snel waar we vandaan willen. We zijn vertrokken. Goede start hier aan de binnenkant. 135. Jesse Jansen, hij staat hier in die topstart. Op de tweede plaats hier hebben we de Kutstrook, hij staat hier in tweede positie. Hij zit daar op de derde plaats, dat is gevecht. Met 34 aan de binnenkant, Jesse Veerland erop beschuiven naar die derde positie. Dan steeds bijna hier de positie in aan te hebben. Jesse Jansen, hij heeft die toppositie verder nu toch te maken met zijn clubgenoten die daar misschien aankomen. Kamerlangerijs, nog steeds Jesse, hij zit op top voor Kamerlangerijs. En daarachter is het Jesse de Veer. Dus, Jesse Jansen, hij pakt hier in de eerste plaats bij de 6-jarige gevolgd door Stijn Langerhuis. Jesse de Veer op die derde positie. En daar de andere Langerhuis, Jesse de Veer, hij pakt de vierde plaats. Een zwarte 6-jarige, zijn bijna de 7-jarige. En we zijn vertrokken om deze 7-jarige te slaan. Hij pakt hier en die kort het op de eerste deur. Maar onder de binnenkant, Ben de Heus, zit er goed bij. Dat is verder naar buiten, dat is graag eraf te doen. Dus hij pakt dan hier die tweede positie, achter de Claudio. En dan kijken we naar die derde plaats. Daar is het nog steeds Kamp en Teunissen. Moet erop te passen, want daarachter komt de Renzo van Kampbaan. Die wil natuurlijk wel een plekje opschuiven. Hoe is het dan ervoor? Claudio zit nog steeds een stoffer. Heel klein gaatje daar te pakken dan naar de Schagenraad. Maar die kan nog wat proberen te zien. In die achterkant, die voorste twee. Lopen er toch langzaam weg. Het lijkt een Claudio te zijn die in de straat. Zet de fout moeten maken op de laatste stuk. Die eerste positie binnen bij de sleutel. Dat doet hij dan voor de Schagenraad. Op de derde plaats. Daar werd het nog spannend geworden. Zet de Kamp en Teunissen. Of toch Renzo van Kamp om het hier te zien. Het is nog net de Renzo van Kamp die vierde hoor. Achter Kamp en Teunissen. Op die derde positie. Ach ja, zij zijn inmiddels helemaal vertrokken over hun finale. Hoe goede start die in de finale haalt. Hij pakt die tweede positie. Moet hij weer voor de Kutrichter. Daarachter zien we dan de rijder hier van de thuisclub. Het is denk ik Jari de Laat die daar op die derde positie zit. Daarachter zit dan de Kutrichter op de vierde plaats. Voor wordt er snel weggelopen hoor. Het is de Kutrichter op die tweede positie. Achter haar clubgenoten nog steeds aan het hele toe. Via de Haas, hij zit er nog steeds op die koppositie. Daarachter is dat een strijd. En die heeft derde plaats. Die heeft de laatste podiumplekje binnen gesleten. De Jarenlaat loopt nog steeds op die derde positie. Tot en met een aanvoudje die we gaan beschieven. Zet die zat er. Jarenlaat wordt er achter in de richting en op die eerste positie. Via de Haas. En ook de 9-jarige zijn vertrokken voor hun finale in deze regio. We kijken hier met 7 tegen 10. De goede start voor Lieke Meijering. De goede start voor Lieke Meijering. Hij heeft die koppositie te pakken. En die heeft die voorzien van de neutering op die tweede positie hier te pakken. Laten we dan Max Nijpert op die derde plaats. Die laatste peuterplek waar hij zo graag wil staan. Het podium, hè. Dat podium, dat komt toch heel erg goed in zicht. Hier op top natuurlijk voor de thuisrijden. Niet Meijering, hij doet goede zaak hier. Heeft een heel klein gaatje misschien. Kan er nog een aanhoudje bij de team van de neutering. Dat moet hij goed nemen. Met die tweede plaats, met de derde plaats. Wat daar een aanhoudje. Dan hebben we een zacht nijkertje achter deze carrière, de derde positie in de wacht gelegen. Waar een match is in de halve finale van om hier te staan. Maar hier is hij dan toch op. De finale is met 1464. Raymond Hermans, hij pakt hier op die koppositie in die finale. 42 voorzitter op de tweede plaats. We gaan kijken wie daar verder zit. De tweede finale, Christen Vrouwen. Hij zit hier voorzitter thuis op die derde positie. Gaan we voorkijken. Kan Raymond Hermans het kaartje dicht houden. Ja, Hermans is nog steeds goed op top. Heeft een klein gaatje op de tweede voorzitter. Die er nog drie op de tweede plaats mee zit. Komt er dan misschien een aanvoudje op die tweede plaats van Christen Vrouwen? Of is het dan misschien nog met 37 Castorano die er wat heeft gehad voor die tweede plaats? Nee, de grapluik is in ieder geval het slijtje tussen Roland, voor Felix en ook lijkt hier de derde positie in de wissel van Roland te zijn. En we zijn vertrokken.
Kijk, inmiddels doen we met die 14 plus finale. Gaan we kijken. Is het Stefan Welder? Ja, het is Stefan Welder. De hele dag is hij al goed bezig. Hij pakt ook hier die positie. De goede verder dat ze die voor doen. Voor het Rennie als tweede Dylan afzetten. Dan heel graag gaat hij misschien naar de jury Nederland. Of kan die nog wat gaan doen? Dat is die kwestie van Bergensen. Kan die nog wat gaan doen op die vierde plaats? Of kan die dan misschien zijn plekje opschuiven? Of lukt het misschien aan die net terug of is met de kop te gaan doen? In ieder geval het treintje van Geldermaester wat hier op de positie in handen werd. Op de eerste plaats Stefan Welder, dan Danny en dan Dylan van Doesburg.